Het RTLZ-beursspel wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters. Welkom bij het RTLZ-beursspel. Hier leer je beleggen zonder dat je risico loopt, want je belegt met fictief geld en maakt tegelijkertijd wel kans op echte prijzen. En vanavond om 10 uur dan weten we wie van de ruim 15.000 actieve beleggers de hoofdprijs binnensleept, een dag leven als miljonair. In Jim en Janneke Taal vandaag alles over het succes van periodiek beleggen en met hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder gaan we zo van geluk via twijfel naar echte Pijn in je hersenen. Ik zou zeker even blijven kijken. En we beginnen natuurlijk met Jim. Jim Theo Poering van Eén Vermogensbeheer. Tim, even kijken naar het nieuws van de week. Wat is, valt er voor jou op? Nou, het is zo dat er één specifiek bericht was dat er voor mij uitsprong. Want we hebben het de afgelopen weken in het beursspel steeds gehad... over rente en inflatie. En dat dat een gevaar zou kunnen zijn voor beleggers. Want een paar keer liep die rente op. En toen zag je de beurs ook in elkaar duikelen. En iedereen die shorts had, die verdiende daar mooi aan in het spel. Maar er was afgelopen week een conferentie van centrale bankiers. Dus van de Federal Reserve, maar ook van de Bank of Japan. En eh, daarin was één van de centrale bankiers van de Federal Reserve. En die zei van, nou, eigenlijk verwacht ik... dat die die inflatie helemaal niet zo hard gaat oplopen en dat het zeer controleerbaar zal zijn. En dat de rente, dus wat, wat hem betreft, helemaal oh, niet is. Dus die kalmeerde de markt weer een beetje. Exact. En je zag dus ook een stukje ja, uh, geruststelling bij beleggers. De koersen liepen wat op. En ja, het betekent dus eigenlijk ook dat die rente waarschijnlijk dus toch nog wel wat langer laag blijft. En ja, daarmee beleggen een heel goed alternatief is, voor bijvoorbeeld sparen. Oké, okay, dus dat betekent, we hebben een hele woelige beursspelperiode gehad tot nu toe. Als het beursspel straks afgelopen is, dan gaan we een heel rustige zomer tegemoet. Ja, ik heb geen glazen bol. Um, en beleggen betekent ook dat er altijd koersschommelingen zullen zijn op de beurs. Ja, tijdens het beursspel kon je fantastisch zien wat er gebeurt. Maar je ziet ook dat he, gemiddeld genomen koersen stijgen. En dat je daar dus inderdaad door bijvoorbeeld te investeren in aandelen absoluut van kunt profiteren. Wil jij starten met beleggen, maar denk je dat je eerst een flink bedrag bij elkaar moet sparen? Of vraag je je af of dit wel het juiste moment is om te starten? Denk dan eens aan periodiek beleggen. Met periodiek beleggen beleg je telkens een vast bedrag op een vast moment. Dat kan bijvoorbeeld één keer per maand zijn of één keer per kwartaal. Natuurlijk kun je elke maand voor een vast bedrag één bepaald aandeel kopen. Maar de meeste mensen beleggen periodiek in een ETF- of index-tracker. En daarmee is je inleg met één aankoop al goed gespreid. En daarmee verklein je het risico. Periodiek beleggen heeft verschillende voordelen. Je kunt direct beginnen. Je bespaart tijd doordat je geen analyses hoeft te maken. En je stapt stukje bij beetje in. Waardoor je de kans verkleint dat je precies op het hoogste punt in de markt koopt. Nou, en dat laatste effect, dat heet middelen van je aankoopkoers. In het Engels heet dat dollar cost averaging. Stel, je belegt iedere maand 100 euro in een ETF op de Jim Jan-index. In de eerste maand is de koers van die index 50 euro en je koopt dan dus twee Jim Jan-ETF's. Een maand later is de koers gedaald naar 30 euro. Dan koop je voor je 100 euro nog 3 ETF's en de 10 euro die je over hebt, die blijft op je beleggingsrekening staan. In maand 3 is de koers weer gestegen naar 60 euro en dan kun je maar één ETF kopen komt 40 euro bij het kastgeld op de beleggingsrekening. In totaal heb je nu zes ETF's gekocht... voor ongerekend ruim 41 euro per stuk. En zoals je ziet komt je gemiddelde aankoopkoers ergens in het midden uit. Je hebt de zekerheid dat je nooit al je geld op het hoogste punt van de markt belegt. Kortom, met periodiek beleggen kun je altijd beginnen... ongeacht hoe hoog de beurs staat. Met hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder kijken we wat er in je hersenen gebeurt als je belegt. En deze keer bekijken we in een lange aflevering het hele spectrum van beleggen. Dus van geluksgevoel via twijfels tot echte fysieke pijn die je kan voelen als je verlies leidt. Nou ja, als je kijkt naar de studies die gaan over dat beleggen, dan zie je al heel gauw dat het reward je het beloningsysteem, bij letterlijk de beloning die gaat komen, dat activeert ook je beloningsysteem in je hersenen. Daar kan ik wel iets van laten zien hoe dat ja. werkt. Ik eh, heb hier het brein, dus ik haal hem een beetje uit elkaar. En eh, dan kijken we hier naar de binnenkant. Hier zit de hersenstam. Daar liggen al gebieden die een grote rol spelen bij arousal, bij opwinding. Nou, dat zie je natuurlijk, hoe je gaat beleggen en je denkt, ik ga nu een risico nemen. Dan zie je dat die arousal toeneemt. En hier liggen ook heel veel kernen waarvan de een de bron van dopamine is. Eh, en dat heeft te maken met die verwachting. Dus gaan beleggen. Ik heb verwachting, wat gaat het worden? Ga ik een winst pakken? Nou, u produceert heel veel dopamine en die staat helemaal uit de frontaal. Overigens ook over de hele schors heen. En die frontale netwerken spelen mee, he, niet alleen, maar die spelen mee met het nemen van beslissingen. En dat kan zijn beslissingen waar u zeker van bent. Dan zie je bijna alleen die netwerken. Maar dat zijn ook beslissingen waar u onzekerheid heeft. En dan ziet u dat zo'n amandelkern, die ligt een beetje op deze hoogte hier. De amandelkern is heel gevoelig voor angst. Die speelt dan mee in die beslissing, omdat u denkt: Ik ben niet zeker. En dan voel je dat die angst toch ook een beetje terug te vinden is in dat brein. Dus als mensen dat dan voelen, dan kun je denken, ja, inderdaad, ik ben er niet zeker van, ik neem het risico. Nou, dat risico nemen en ook echt doen, dat kan een geweldig gevoel opleveren. En dan zie je dat er kernen in zitten in dat beloningssysteem. Die echt een bijdrage hebben in de zin van verlangen naar. Oh, ik verlang naar de volgende belegging. Hè? Ja, ja, ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen: ja, nee, ik ben geen risk-seeker, ik ben juist. een... Avoidor. Ik ben een vermijder van risico's. En eh, dan zie je dat andere gebieden een rol spelen. Dan moet ik even het andere deel erbij pakken. En eh, dan kijkt u hier naar de linker En dan kan ik hier deze een beetje openen. En dan ziet u hier in de diepte nog een keer hersenschors liggen. Mm -hmm. We noemen dit een eiland. Het is eigenlijk ook een klein eiland wat je naar kijkt. En dat heet de insula eiland. En de voorkant met name is heel sterk betrokken met diepe emotie. Maar ook met diepe pijn. Ook bij lichamelijke pijn. He, dus het, het, het vermijden van dat risico kan toch een beetje pijn doen. dat je denkt, ik heb het risico niet genomen. He, ik wilde het verlies niet. In een van die studies stond dat dit: zijn de mensen die al die verzekeringen nemen thuis. He, voor alles. Okay. Want die willen geen enkel risico. En daar doet de verzekering een beroep op, die mensen. Die denken: nee, verzekeren voor dat en voor dat en voor dat. Nou, die mensen heb je ook. Maar je kunt je voorstellen, als je uiteindelijk het, het risico neemt en je hebt een groot verlies. Dat dan deze gebieden die ook een rol spelen bij fysieke pijn, dat je dat ook echt voelt als fysieke pijn. Vind interessant op zich? Mm -hmm. Dat iets wat je gewoon emotioneel doormaakt, ja. dat je dat eigenlijk terugziet in gebieden die ook een rol spelen als u gewoon uh, uw been breekt. Dus ik krijg, als ik een, uh, een berg geld verlies uh, op de beurs, krijg ik pijn in mijn, in mijn lijf. Ja, je zou kunnen ja. denken: neem dan een bruvellentje op te kijken of u. Uh, die studies zijn er niet, hè? maar dat ja. is even de, de interpretatie daarvan. Ja. Is dat u een pijnstilletje kunt nemen het verlies, financiële verlies een beetje zachter te laten worden. Okay. Het zijn dezelfde gebieden. Ja. Dus dat vind ik altijd wel super interessant om te zien hoe dat in elkaar verweven zit. Ja. Dus mensen die echt zeggen, jongens, ik heb daar pijn van, hè, van financieel verlies, denk je, dat klopt ook wel. Jim, we willen je vandaag graag niet alleen als uh, beleggingstrainer en ervaren professionele vermogensbeheerder gebruiken. maar ook even als uh, psycholoog, beurspsycholoog. Um, Erik Scherder laat net zien dat die pijn die je voelt als je verlies hebt. dat dat echt uh, fysiek pijn kan doen. Ja, als ik ga beleggen, hoe voorkom ik dan die pijn? Nou, ik ben, ben vooropgesteld geen psycholoog. maar ik zie mezelf meer als een ervaringsdeskundige. En die pijn. Ja, die gaat er zijn. Eh, dat kan ook heel vervelend voelen, maar dat is een momentopname. En wat je eigenlijk voor jezelf als je start met beleggen... of ook als je al belegt, altijd indachtig moet houden... dat je dat niet doet voor een week of voor een paar weken, maar voor jaren. En bij voorkeur echt een periode van tien of meer jaar. Want het goede nieuws is, we hebben dat gisteren ook besproken... als je voor de lange termijn kijkt, bijvoorbeeld de Dow Jones-index... 125 jaar, gemiddeld bijna 8 Dus het gaat over dat gemiddelde 8 en daaraan vasthouden. Ja, gemiddeld 8 per jaar. Dat uh, klinkt heel erg leuk... maar ik sla altijd een beetje aan op het woordje gemiddeld. Mm -hmm. uh, wat is dan realistisch? Want straks begin ik... en dan zul je net zien, dan halveert die beurs natuurlijk. Ja, dan moet je in die zin wel rekening mee houden dat uh, gemiddeld eigenlijk niks zegt. Er zullen uitslagen zijn. Maar om terug te komen op jouw halvering van de beurs. Nou, dat is wel exceptioneel. Van de Dow Jones naar de AIX. Die is uh, begin jaren 80 opgericht. En sindsdien is er één keer een jaar geweest waarin de beurs halveerde. Dat was tijdens de hypotheekcrisis, eh, 2008, toen halveerde de beurs. En eh, als je verder gaat kijken, dan zie je dat er in, eh, van die, al die jaren... negen negatieve jaren zijn geweest en voor de rest altijd positief. Dus je moet eigenlijk zeggen, als ik vier jaar beleg... zal ik wel een keer daling hebben gehad, maar ook drie keer dat geluksgevoel. Ja, want dat klinkt als heel erg weinig. Hè. Sinds 1986 of zo bestaat de AIX, dacht ik. Negen keer maar geëindigd met een uh, verlies. Um... Als ik nou wil beleggen zonder pijn, waar begin ik dan? Nou, je begint door vooraf een plan te maken, een beleggingsplan. Daar ga je aan houden. En dat geeft ook houvast. En ik denk eventjes terug aan het filmpje wat we net hebben laten zien, waarin we periodiek belegden. Dan weet je, elke maand 100 euro. En het mooie is dat als je pijn hebt omdat de beurs daalt. Dat misschien ook wel een beetje geluksgevoel geeft. Want je weet ook dat op die lage koers. ga ik weer meer aandelen kopen tegen een laag bedrag. En uiteindelijk gaat dat gewoon geluk opleveren. Hartstikke mooi. Dank je wel, Jim. Tot zover deze uitzending van het RTLZ Beurspel op TV. Online gaat de beleggingsstrijd, dus door tot vanavond 10 uur. En wie dan bovenaan staat, die wint de hoofdprijs. De spannende eindstrijd kun je volgen via rtlzbeursspel.nl. En ook na vanavond kun je nog altijd blijven oefenen via ons spel. Dus als je veilig wilt uitproberen of beleggen ook iets voor jou is, maak dan even een account aan. Volgende week dan zijn we er weer terug hier op TV op donderdag en op vrijdag met de laatste uitzendingen. Van het seizoen en natuurlijk met de winnaar van het beursspel. Heel graag tot dan.